Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op ItzUltraxx, de enige echte natuurlijk. Nou, ja, we zijn inmiddels bijna 2 weken verder of zo, zijn we. En ja, hoe is het geweest? Hoe is het momenteel? Ja, momenteel ja, is het nog steeds een beetje moeilijk. Ja, Bokito natuurlijk, jullie hebben het in de vorige vlog gezien, Bokito is overleden. Het gaat ook momenteel niet zo goed met Dribbel. Dribbel die heeft nogal ja, moeite ermee dat Bokito er niet meer is. En ja, dat is eigenlijk het hele probleem eigenlijk. Ja, het is gewoon moeilijk. Hij mist Bokito heel erg en hij heeft het gewoon moeilijk ermee. En ik ook, ik heb het ook heel moeilijk mee. Ik heb eraan zitten denken om, of ik had gezegd dat ja, ik geen andere kat zou nemen. Nou, ik denk dat ik binnenkort wel weer een keer toch weer een kitten ga nemen. Want ik kan het toch niet zonder. Ik kan toch niet zonder katten. Katten is toch een beetje mijn leven. Dus ja, ik zit er toch weer aan te denken om een kitten te nemen. Ja, de afgelopen 2 weken ja, een beetje bijgekomen. Ja, met vallen en opstaan. Nog steeds als ik foto's van hem kijk, kan ik bijvoorbeeld de vorige vlog kan ik niet terugkijken. Met dat gedeelte met die foto's, want het is nog gewoon te pijnlijk als ik die foto's zie van Bokito. Ja, ik heb hem 13 jaar gehad, was mijn kindje, was het. En het is nog steeds heel erg moeilijk. Zelfs Dribbel heb het heel erg moeilijk mee. Dat Bokito er niet meer is. Dus ja, ik ga toch weer kijken later voor een kitten. En ik weet al precies een beetje wanneer ik dat ga doen. Maar dat kan ik nog niet vertellen. Want er is ook nog iets leuks. Komt eraan. Ondanks alles, ondanks dat Bokito is overleden. Het niet zo goed gaat met Dribbel. Ga ik toch nog wat leuks doen. En als het goed is ga ik dat vloggen voor jullie. Dus er komen nog een paar hele leuke buitenvlogs komen eraan. Het is nu momenteel donderdag 1 uur. Het is op dezelfde... Nee, het is een dag na dat ik dit opgenomen heb. Wil ik toch nog dadelijk eventjes naar buiten gaan. En nog eventjes 2 vlogjes op gaan nemen. Ja, dat dus in ieder geval. Ik wil nog even wat vlogjes nog even snel opnemen vandaag. En ja... Daarna ga ik wel weer wat leuke dingen doen in ieder geval. Ik ga er nog niet echt heel erg veel over vertellen. Dat krijgen jullie pas te zien na die 2 buitenvlogs. Als dat gelukt is tenminste. Na de 2 vlogs ga ik dat doen. Ik weet nog niet of dat vandaag gaat gebeuren. Ik weet het nog niet. Ik heb het ook nog druk. Ik moet ook nog boodschappen halen. Dus het wordt allemaal een beetje krappies vandaag allemaal. Maar goed, in ieder geval staat er in ieder geval weer hele leuke dingen op de planning. En ja, ga ik toch weer het vloggen een beetje weer terughalen, want ik mis het toch best wel. Ik heb de hele tijd, ja, ik heb er nog steeds niet echt heel erg zin in. Volgens mij heb ik zoiets van, ik moet er gewoon weer een beetje doorheen. Ik moet gewoon weer terug naar mijn oude niveau, moet ik. En ja, misschien als ik dan wat vaker... weer de vlogcamera gaat oppakken, dat het dan zelf wel weer leuk wordt. Ik had er echt de laatste maanden had ik er echt geen zin in. Daarom komen er ook heel weinig vlogs momenteel. Normaal had ik alweer 10, 20, 30 vlogs was ik alweer verder geweest. Nu is het echt dit jaar ja, op een laag pitje. Ik stel het vloggen in ieder geval niet meer ja, op de eerste plaats. Wat ik vroeger altijd wel deed. Vroeger was altijd het vloggen. Staat op nummer 1. En ja, dan liep ik mijn eigen af en toe nog wel eens voorbij. Daarmee. Dus dat ben ik nu absoluut niet meer van plan. Vloggen staat niet meer op nummer 1. Rust. Uitrusten. Lekker bank hangen. Uitrusten. Lekker genieten. Staat nu bij mij op nummer 1. En het vloggen heb ik eigenlijk een beetje van de eerste plaats verdrongen. Er is ook een heleboel gebeurd. Daar ga ik ook nog eens een keer een vlogje over maken. Ja, dus in ieder geval ga ik proberen om het toch weer, ja, toch weer gaat vloegen weer. Maar het staat niet meer op nummer 1 bij mij. Ik heb andere prioriteiten momenteel. En dat bevalt me eigenlijk beter dan vloggen. Vloggen is niet meer echt mijn dingetje meer geworden. Ik heb natuurlijk afgelopen, dat hebben jullie gezien. Ik doe weer Euro Truck simulator. Daar heb ik weer 2 livestreams van online gezet. Die ene die was wel een hele oude. Van april of zoiets. Dus ja, die heb ik online gezet. En ik heb, van de week heb ik ook weer een livestreamje opgenomen. Van Euro Truck simulator. Maar er zijn bijna geen kijkers meer. Omdat ja, dat heeft alles te maken met hetgene waar het... ja, wat er momenteel ook een beetje aan de hand is de afgelopen 5, 6 maanden is er het een en ander gebeurd. Daar ga ik nog een keer vlog over maken. Ligt er precies een beetje aan wanneer. Ik ga nog even kijken hoe dat precies zit. Als het zo is dat het nog steeds gaande is, dan komt die vlog al heel snel. Dus dat is eigenlijk een beetje alle dingetjes allemaal, wat er allemaal speelt momenteel. In ieder geval gaan we weer leuke dingen doen. Uitstapjes ga ik maken de aankomende week. En dat wordt heel erg leuk. Dus hou het kanaal zeker weten in de gaten. Want het wordt echt een hele leuke... ja, het worden echt hele leuke vlogs. Ik heb echt een heleboel leuke dingen op de agenda staan. Dus... houd het kanaal in de gaten. En dan komt het allemaal wel weer heel erg allemaal in orde. Dat is eigenlijk het enige wat ik even wou zeggen. Daarom maak ik deze vlog ook een beetje wat korter. Omdat ik niet echt veel meer te melden heb. Dat is het enige eventjes wat ik kwijt wou. Er komen hele leuke vlogs aan. Ja, het is een beetje bijkomen van de klap met Bokito. En met Dribbel gaat het momenteel ook niet zo heel erg goed. Dus... ja, we zitten allemaal een beetje, in hetzelfde schuitje. Een beetje een moeilijke periode momenteel eventjes. Maar goed, we klauteren er wel weer uit. Het komt allemaal wel weer goed. Hopelijk in ieder geval. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe een duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal voor meer. Druk op het belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Hoi.